Zo handig van mij, echt, dat is echt onhandig. Was ik even hier, had ik wel eens tafel aan het schoonmaken, wou ik hier. Wou ik letterlijk. Super tof dat je kijkt naar gewoon heel vlog. Mijn naam is Sander Post, zoals iedereen weet. Ik ben al in richting werk toe, ga ik lekker werken. En ik ga zoals altijd, dan ga ik via de voordeur nu naar binnen. Elke maandag. En ja, nu een beetje wakker worden. Ik ben nog niet helemaal wakker. Dus moet ik even een beetje opstarten nog. Normaal ben ik altijd een beetje goed wakker. Maar deze keer niet echt. Goed, maar ja. Terwijl ik wel op tijd naar bed ging. Dus. Maar nogmaals, gaan we richting werk gaan. En nu eerlijk thuis gekomen van het werken, ga ik nu even lekker bakje koffie drinken. En lekker voorbij komen van het werken. Was een leuke dag, lekkere dag. Ik zat lekker in de sfeer om te vullen. Oh, ik ging in een flow. Zelfs heb ik even andere mensen geholpen ervoor. Terwijl ik eigenlijk al lang klaar was. Ik dacht, nou, maakt niet uit. In ieder geval, ik heb dat afgemaakt met hun. En nu ga ik even koffie zetten. En daarna even Kanya eten geven, want die zit ook weer te eten, die wil ook weer eten. Hé, hey, Kanya? En dan ga ik ook nog lekker editen. En nog even, in ieder geval laten we zo zeggen, dingen achter de computer doen. Dus laten we dat ook even doen. En eerst even een nieuw bedje doen. En dan, want het is al nu 10:30 geweest. Of wordt, ja, 10:30 geweest. En ja, ga ik even een paar dingen ook opruimen. Zoals de was, ga ik wasje draaien. Dus gaan we dat ook even doen. Want ik denk dat die al droog is, de was. Zo handig van mij, hè? Echt, dat is echt onhandig. Was ik even hier, had ik wel eens tafel aan schoonmaken, wou ik hier. Wou ik letterlijk, had ik een vaas die altijd op tafel staat, een soort van vaasachtig. Wat ik hiernaast op tafel gezet, naast tafel gezet. Ik geef er één klein mini tikje. En hij gaat kapot. Juist. Oh. Dus die heb ik hem maar in de weg gegooid. Maar ja, ik vind het wel zonde, want het was wel een herdenking van Toos die vroeger om mij heb gepast. En daar baal ik wel een beetje van, maar ja. Het zit niet anders op. Ik ga nu trouwens lekker derde trouwens. Van vanmiddag. Voor nu tweede bakje, maar. Al derde bakje koffie alweer lekker zetten. Dus. Maar ik wou er wel van die vaas hoor. Ongelooflijk zonde. Ik kan niet verwachten. En ja. Het kan gebeuren. Ja, helaas. Het zit niet anders op dat die nu kapot is. Maar ja. Ik ga nu even lekker wachten op was. Wat is ineens het donker aan het worden? En ik heb weer dingen besteld via bol.com. Eén pakketje komt al vandaag binnen. De rest van de pakketjes komen andere dagen binnen. Maar ik ga even lekker licht aanzetten, want het wordt alweer donker. Maar ik ben bang dat ik dadelijk op moet halen ergens anders. Maar ik hoop het ook weer niet. Dat ik gewoon thuis ben, dat ik dan op kan halen. Maar ik denk op een moment nu of zo meteen op het pakketje alweer binnenkomt. Ja, ik ga het zien. Ik dacht eigenlijk dat het pakketje zou komen, maar het komt waarschijnlijk allemaal morgen binnen. Ga ik nog allemaal even kijken. Ik heb wel de hele tijd mails erover gehad. Maar er was echt wel onduidelijkheid hoe het nou zit. Maar in ieder geval, jullie weten in ieder geval dat ik weer pakketjes binnenkrijg. Waarvoor krijg ik dat pakketje binnen? Want ik heb natuurlijk van Special Medeward heb ik waardebon gekregen van 525 euro. Ja, en dat dacht ik, dat kan ik allemaal uitspelen. Mijn moeder zei al, ja, kan je ook sparen. Maar ik dacht, ik wou al heel veel leuke dingen hebben, wat ik eigenlijk niet kon halen en dat ik nu eindelijk wel kan. Dus ja, ik heb wat dingetjes gehaald, maar dat gaan jullie wel binnenkort wel zien hoe of wat. Dus ik ga in ieder geval nu klaarmaken om dadelijk richting bed te gaan. Ik begin een beetje langzaam, een beetje gesloopt te worden, een beetje moe aan het worden. Dus ik ga nu zo meteen maar een beetje opzoeken en lekker slapen. Wasje gedaan, even dingen opgeruimd. En ik heb wat even naar de winkel geweest met Rick samen. En even lekker gewoon bij Rick gezeten. Wat heb ik gehaald? Ik heb vla gehaald. En
twee mandarijnen waren in actie namelijk. Dat is in ieder geval wel gezond, dat weet ik 100% zeker. En wat ik trouwens heel vaak drink, dat is eigenlijk ook al best wel gezond. Bijna elke dag water. Dat is ook ongelooflijk gezond om te drinken. En ik ga nu even een beetje langzaam, een beetje klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Oh, ik heb natuurlijk vandaag gewoon lekker, hele dag lekker rustig aangedaan. Maar het is ook tijd om lekker nu duidelijk mijn bedje te gedaan. Zoals jullie gezien hebben, gordijn alvast hier gedaan. Het enige wat ik nog moet doen is licht uit doen en dan ga ik lekker slapen. Een nestje, lekker slapen. Morgen 15:15 al uit bed. Als ik goed heb. Ja, en dan om 6:30 ga ik richting mijn werk. Dus. Zo, pardon. Wat ik ook nu ga doen is lekker slapen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Excuses dat het een hele korte vlog is. Maar dit is gewoon mijn dag wat ik heb gedaan. En ja. Nogmaals, iedereen bedankt voor het kijken. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het toch zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik ben nagedacht wat ik ga eten. Tussentijd heb ik lekker wasje opgehangen. Maar ik heb gekozen voor een lekker broodje biefstuk. Dat is even lekker. Ja, die broodjes ga ik dan dinsdag of zo eten. Dus laten we dat op die dag doen. En ik moet even wachten.